Welkom Siep, opnieuw bij een rondje politieke actualiteit in de podcast en op video uiteraard. Een paar dingen even met je bespreken. Wat heel Nederland natuurlijk bezighoudt is het energieplafond. Nou hadden we begin deze maand een heel debat met Sigrid Kaag, haar eerste optreden als minister van Financiën. Toch maar even een rapportcijfer, hoe deed ze het? Ze ging niet echt de diepte in, laat ik zo zeggen. Dus 5,5. Ja, nou ja, maar voor iemand die altijd buitenland heeft gedaan... Ja, dat vind ik geen excuus. Je bent minister van Financiën. Dan ben je vrij hard in, hè? Nou ja, wel, dat iemand niet alle diploma's heeft voor het ministerschap van Financiën vind ik nooit een excuus, eerlijk gezegd. Trouwens, de vorige was ook jurist. Dus ach, Hoekstra die heeft dan wel een imago van minister van Financiën en zo. Omdat hij ook bij McKinsey werkte en consultant was en bij Shell zat. Nou, zij heeft ook bij Shell gezeten, by the way. Dat vergeten we wel eens. Yeah. Maar in ieder geval, ze ontweek vooral. Ik denk dat, want het was niet per se haar eerste echt optreden, maar wel de eerste optreden met een begroting. De eerste optreden na Prinsjesdag, bij de Algemene Financiële Beschouwingen, of hoe heet dat. En ze ontweek nogal. Dat deed ze trouwens de hele tijd. Ze is nu, Sigrid Kaag is nu minister van Financiën sinds half januari. Ja. En toen al vrij snel was de wereld aan het veranderen. De Oekraïne-oorlog was nog net niet begonnen, maar er was al wel hoge energieprijzen. Maar het bleek niet uit alles dat ze met deze nieuwigheden, met de nieuwe omstandigheden, dat ze daarop in wilde spelen. Dus ze schoof alles vooruit naar de voorjaarsnota. Nou, dat is 1 juni. Bij de voorjaarsnota schoof ze alles vooruit naar Prinsjesdag. Bij Prinsjesdag bleek ze dat ze helemaal nog niet klaar waren. Nee. Ze gewoon totaal en zeer ingrijpende aanvullende plannen gemaakt, met name bij het plafonneren van de energierekening. Ja. Tientallen miljarden gaan daarin om. Nou, de rest van de begroting stelt daarin, dat wil zeggen, als je kijkt naar de dynamische elementen in de begroting, die stellen niks voor. Ja, dat is het grappige. Je hebt natuurlijk talloze begrotingen meegemaakt en dan ging het soms over 100 miljoen. En nu is er een bandbreedte van de kosten van die energiecrisis van 10 tot 40 miljard. Nou, dat duidt niet op heel prudent begrotingsbeleid. Nee. Maar het gekke is dat niet alleen de minister de sluizen openzet, maar de hele Kamer dus is nog gedekt ook, politiek. Kijk, normaal is het de Kamer die vraagt om meer geld. Ja. Was deze keer trouwens eigenlijk ook zo. Laten we niet vergeten. Het kabinet had geen grote plannen om de consument, de huizenbewoner, de energierekening, het betaler, toch moeten komen. Maar het was uiteindelijk de oppositie, GroenLinks en de Partij van de Arbeid, die met een plan kwamen met het plafonneren van de energierekening op een niveau van ongeveer de gemiddelde gebruiker. En dat is dus in feite de Kamer die met een het kabinet nam een plan uit de Kamer over. En het is inderdaad niet zo heel gebruikelijk dat de Tweede Kamer, of vreselijk op de financiën let, het is de minister van Financiën die dat doet. Maar we zien al langer. Het is eerlijk gezegd ook niet Sigrid Kaag die dat voor het eerst doet. Wopke Hoekstra is er al mee begonnen. Met een totaal ander begrotingsbeleid. En eerlijk gezegd, niet alleen vanwege corona, waar hij toen vooral mee te maken had. We dreigen wel eens te vergeten dat Wopke Hoekstra al een jaar of drie, vier geleden, nog voor corona, al kwam met een plan om extra geld te lenen. Dat de staat extra geld zou lenen, want het lenen was zo goedkoop, zei hij. En dan kunnen we dan leuke dingen mee doen. Of dan kunnen we zelfs investeren, kunnen we zelfs beleggen. Dat was een oorspronkelijke plan. Ja, omdat het negatieve rente was zelfs. Hè? Ja, het idee was zelfs, aanvankelijk, dat zijn we nagenoeg vergeten, maar Wopke Hoekstra, minister van Financiën, was volkomen tegen de traditie van de Nederlandse minister van Financiën in. Was hij erop uit om extra geld te lenen van de staat, om dat dan vervolgens op de markt uit te geven. Ja. Maar dan kon je daarmee het verschil tussen wat de staat betaalt en wat er op de markt betaald moest worden, kon je te gelden maken. Daar kwam het op neer. Later hebben ze daar een soort groeiimpulsplan voor gemaakt. Oh ja. Helemaal vergeten. Ja, we gaan ook wel tientallen miljarden. Laten we niet vergeten. Dus het smijten. Oh ja, het Wopke, wat was het? Wopke Wiebesfonds is gaan heten. Ja. Omdat Wiebes die wilde, de VVD wilde er ook wat van de eer hebben. Of die eer nog steeds eer is twijfelachtig. Maar je zegt, toen is die discipline eigenlijk al losgelaten en niet bij Kaag. Zeker. Ja. Sterker nog, de minister van Financiën die eigenlijk tegen de zin van de rest van de ministers, zo was het. Hij heeft er een jaar over gedaan om dat er doorheen te drukken, Hoekstra. Wopke Hoekstra die is ermee begonnen. Dus het is ook niet zo dat het gekomen is door corona. Het was gewoon het idee van geld is zo goedkoop, waarom lenen we het niet als het toch niks kost? Ja. Nou, dat hoor je niet zo te denken als minister van Financiën, maar Wopke Hoekstra deed het al.
En daarna kreeg ik corona en toen moest er wel geld geleend worden, omdat we de bedrijven en de banen op de been wilden houden. 80 miljard, ja. Precies. En nu gaat dat weer in dezelfde richting, althans soortgelijke richting. Maar als ik je mag onderbreken, je noemt corona, maar wat iedereen zo opviel achteraf, is dat die staatsschuld maar niet steeg. He, omdat het bruto binnenlands product, het is de teller en de noemer ingewikkeld, dat steeg en dus het aandeel staatsschuld. Taalde of bleef gelijk? De staatsschuld die steeg wel degelijk. Ja, nominaal. Maar de staatsschuldquote heet dat. Dus dat is de relatie tussen de staatsschuld en de economie, zeg maar. Maar goed, daar kunnen we wel een kanttekening mee maken. Want die economie die blijft, ondanks alle crisis van de laatste jaren, blijft die alles sinds behoorlijk op peil. Maar hoe blijft die op peil? Die blijft op peil omdat de overheid er geld in steekt. Dus dat is een kunstmatig opgeblazen economie. En door die kunstmatig opgeblazen economie lijkt het alsof de staatsschuld niet stijgt, of nauwelijks stijgt. Dus dat is eigenlijk een kunstmatige constructie. Er wordt nog meer lucht in geblazen via Frankfurt. Dus een Europese Centrale Bank. Die heeft die eerst al het geld goedkoop maakte. Dus negatieve rente zelfs. Die rente is nu wel aan het stijgen. Dat vinden wij heel dramatisch. En dat is het ook voor wie het moet betalen. Voor de hypothekers. Maar relatief is het natuurlijk, als je het historisch bekijkt, is het nog steeds een lage rente. Ja. En diezelfde Europese Centrale Bank die beoogde om de inflatie te verhogen. Dat is een van de merkwaardige draaipunten in de geschiedenis. De Europese Centrale Bank, die vanuit Duitse en Nederlandse optiek maar één opdracht had, namelijk de inflatie laag te houden, die bedacht zelf, uit zichzelf, dat de inflatie hoger moest. Die moest naar 2%, hè, de doelstelling. Of zelfs ze bleken niet in paniek te raken toen het hoger was in 2%. Ja. En waarom deden ze dat? Dat deden ze om daarmee Italië en in de euro te houden, kun je zeggen. Dat was gewoon de drijfveer. Maar goed, deze merkwaardige samenloop van omstandigheid draagt ertoe bij dat de economie, in ieder geval op papier, redelijk op peil blijft. En als de staatsschuld dan in euro's stijgt, ja, dan is het in percentage van het nationale inkomen, valt het nog mee. Nee, maar dat is natuurlijk ook voor de huidige minister van Financiën misschien een stimulans om de geldkraan open te zetten. Want het heeft toch geen effect opwaarts op die staatsschuld. Nee, en dat is natuurlijk een van de cynische effecten van inflatie. Inflatie is goed voor mensen met schulden. Ja, want die wordt minder waard. En de overheid heeft altijd schulden. Dus dat is in feite de oude Italiaanse methode, de oude Franse methode ook, maar vooral de Italiaanse. En zo zijn wij in menig opzicht zijn wij in Europa, en zeker ook in Noord-Europa, Italiaan geworden met de Italianen. En de euro, ik weet nog, wat was het, 1998, garandeerde Wim Kok, de toenmalige premier en voormalig minister van Financiën, die garandeerde aan Bolkestein, de leider van de VVD, dat die gulden die zou net zo hard worden als het Duitse mark of weet ik veel wat. Ja, één op één. Hè? Ja. En toen zei Bolkestein, die ging dat inlijsten, zei hij nog, Bolkestein geloof ik. Nou ja, die tijd zijn we natuurlijk echt, die waren wel lang voorbij, maar die zijn nu echt helemaal totaal voorbij. Ja. Maar even terug naar die financiën, dat energieplafond. Ja, wij krijgen straks in november en december, wordt de energiemaatschappij worden een soort bankier van de staat en die gaan het op onze rekening zetten. Nou zei Pieter Omtzigt, die nog wel eens wat meer leest dan het gemiddelde Kamerlid, ja, straks worden die energiebedrijven slapend rijk en wij worden allemaal armer. Hoe zit dat? Ik moet je bekennen, ik weet het ook niet. Maar ik vertrouw het zaakje geen zins. En zeker niet als Pieter Omtzigt. Nou ja, hij zei, kijk, de overheid houdt rekening met een gemiddelde gasprijs. Ja. Als die 4 euro wordt, 4 keer zo hoog als de echte prijs, dan zijn zij de winnaar. Ja, ik moet je bekennen, ik moet gewoon nog zien hoe dat uitpakt. En ik weet niet eens of alle protocollen voor deze regeling al vaststaan. Dat moet ik nog blijken, vermoed ik. Maar ik wantrouw de energiemaatschappijen wel, zoals het eigenlijk altijd de reden is om zulke marktpartijen te wantrouwen. We hebben natuurlijk we hebben er maar een stuk of 3, 4 die in feite de markt domineren. Dus de marktwerking is altijd een betrekkelijke zaak als het gaat over de energieleveranties. Ja, want je kunt niet eens overstappen, want niemand heeft vaste contracten meer. Nee, dus, en trouwens, de afgelopen jaren, dus onder normale tijden, ik stapte altijd ieder jaar over, dat komt nu een beetje slecht uit natuurlijk. Maar dan maakte ik wel eens van die vergelijkingen van de een naar de ander. En de verschillen waren zo klein dat je wel kon zien dat ze of elkaar volgden of dat ze stiekem afspraken maakten.
hetzelfde gedonder heb je natuurlijk in Nederland met heel veel dank. We hebben een relatief kleine markt, een overheid die er niet heel scherp op let. En daardoor hebben we geen concurrentie in de bankwezen, hebben we geen concurrentie in de supermarkten, niet wezenlijk, hebben we geen concurrentie in energie. Wel de hoogste gasprijzen ter wereld, hè? En dat is volkomen logisch. Als je geen concurrentie hebt tussen de aanbieders, en als de overheid het gas duur wilde maken, maar dat dreigen we te vergeten. Ja, dat is interessant. Hoe bedoel je dat? Nou, de kabinetten, niet alleen dit kabinet, maar meteen al het vorige kabinet, die had als doelstelling om niet alleen klimaatkoploper te worden van Europa en daarmee van de wereld, maar ook hebben het gas aangewezen als de grote boosdoener. Dat is een beetje raar. Nou ja, omdat het fossiele brandstof is, hè? Ja, dat is allemaal waar, maar het is vergeleken bij bij kolen en olie, en zeker als vergeleken bij hout. Hout is het smerigste van allemaal. Ja. Dus het hout werd gesubsidieerd. Biomassa. En het gas werd verboden. Ja. Het gas werd duur gemaakt. Dus dat dreigen we te vergeten. Er zit natuurlijk allemaal hypocrisie ook in dit beleid. En je proeft ook de weerstand van de afgelopen maanden bij deze coalitie. En zeker bij D66, die de grootste klimaatkoploper, die het begrip klimaatkoploper ook bedacht heeft. Je voelde de weerstand bij D66 om het gas te subsidiëren. Want dat is wat er nu gebeurt. Ja. Het beleid van de afgelopen jaren was dan precies het omgekeerde. Ja. Namelijk gas duur te maken. En bovendien hadden ze stroom heilig verklaard. De stroom moest dan, zeker in vergelijking met gas, moest dan goedkoper worden. Voorbijgaand aan het feit dat de stroom doorgaans gemaakt wordt met gas. En ook gekoppeld is, de prijs. Ja, nee, maar ook puur fysiek gemaakt wordt. Ja. Die centrales, die draaien natuurlijk. Kijk, we kunnen wel alle duurzaamheid heilig verklaren, maar de meeste elektriciteit komt gewoon uit centrales. Ja. En die centrales die worden gestookt met gas. Trouwens, als er niet met gas worden gestookt, maar met bruinkool of zo. Is nog erger, ja. Is wel erger. Ja. Maar goed, het is allemaal sentiment en vals sentiment in het beleid. En dat wordt extra pikant nu dezelfde coalitie die het gas tot het meest fout van alle fossielen had verklaard. Omdat ze ook kwaad deden in Groningen. Maar ja, bedoel, er is zoveel gas wat er komt helemaal niet uit Groningen. Althans, 4,5 miljard kuub per jaar of zo. Nou ja, ja. Dus, maar goed, dat is trouwens een geweldige verdienste. Een wel smerige verdienste, maar een hele verdienste van Milieudefensie. Met name Milieudefensie, die erin geslaagd is. To give gas a bad name. Ja, dus ze hebben gewoon de aardbevingen in Groningen aangegrepen om gas een hele beroerde reputatie te bezorgen. Dat is ook de achterliggende reden waarom het gas in Nederland duurder is dan elders. Als je naar een beroerde klimaat, beroerde reputatie, gas is, als je naar het klimaat kijkt en als je naar het milieu kijkt, is dat by far de interessantste fossiele brandstof. Ja, wat het grappige is dat in Duitsland proberen de bruinkoolcentrales, hè, daar in het Ruhrgebied, nou ja, in sommige delen te sluiten. Zeer milieuverontreinigend. En die schakelen juist over op gas. En trouwens, als je het vergelijkt met Groningen. In Groningen storten de huizen hier en daarin. En dat is buitengewoon ernstig. En lange tijd verwaarloosd. Maar in Duitsland, als je ziet wat de bruinkoolgroeves in Duitsland aanrichten. Dat is natuurlijk. Ja, daar worden hele dorpen weggevaagd. Ja. Echt totale. Nee, maar daar schakelen ze juist over op gas. Als zeker, schone, relatief zeker, schone. Zeker, die snappen niks van ons beleid, hè? Nee. En dat is dus gewoon opgejaagd sentiment. Ik heb daar zelf jaren over geschreven. Toen ik daarover begon te schrijven. Toen het kabinet aantrad, kabinet Rutte 3 aantrad. Toen was ik echt een roepen in de woestijn. Ja. Van het was niet zo en het gasverbod was helemaal niet zo. De grootste ijveraars ontkenden het beleid. Maar het beleid was, we gaan klimaatkoploper worden en het gas is het foutste van allemaal, dat pakken we aan. Ja. Nou ja, nogmaals, dat is dezelfde coalitie die er nu zit. En diezelfde coalitie, tegen die achtergrond kun je nog voorstellen ook, dat ze er maanden over hebben gedaan, veel trager dan andere Europese landen, om tot zich door te laten dringen dat je de burgers van een land niet bozer kunt maken dan door de brandstof en het brood, supermarkten en de energie duur te maken. Want zij waren namelijk de hele tijd bezig om van staatswegen het gas duur te maken. En dan, moesten ze het gas gaan subsidiëren. Nee, maar ook met als doel, en dat gaat natuurlijk veel trager dan we dachten, om in nieuwbouwwijken geen gas meer aan te leggen. Ja, nou, dat lukt inmiddels redelijk. Nee, maar goed, en iedereen zou een warmtepomp krijgen, dat gaat ook allemaal langzamer. Dus ja. Die transitie is natuurlijk veel minder ver dan ze dachten. Nou ja, en bovendien, die transitie die zit van allerlei onlogische elementen in elkaar. Dat zie je natuurlijk ook
Nu de warmtepomp, de warmtepomp was, was onderdeel van, van al dat sentiment uitgeroepen tot het symbool van klimaatvriendelijk je huis verwarmen. Maar goed, wie werd het zwaarst gepakt? Dreigde in ieder geval degene die de warmtepomp hadden. Dat is even een reden om het kabinet op het laatste moment nog de elektriciteitsgebruiker extra wordt het voordelig behandeld. Ja. Voordeliger dan de eerste bedoeling was. Ook juist duurder dus. Duurde pakket, ja. Waarmee het pakket duurder wordt, maar de warmtepompgebruiker enigszins werd ontzien. Want die warmtepompgebruiker, die zo geweldig goed was voor het klimaat, zogenaamd althans, die werd juist natuurlijk met de energie, met de elektriciteitsrekening zwaar gepakt afhankelijk. Voordat we op een tweede onderwerp overstappen, als dat nou zo'n open financiering is, hè, verwacht jij dan dat het na een jaar is afgelopen met het subsidiëren van die gasprijs? Of kun je daar niet meer vanaf, vanuit populaire sentimenten en er altijd wel een verkiezing aankomt? Er komen altijd verkiezingen aan. En dit kabinet was al impopulair voordat ze zo traag waren met, met maatregelen om de energierekening te beperken. Er zitten diverse historici in het kabinet, waaronder Mark Rutte zelf. En dan weten ze dat, wat ik net al zei, als je de mensen boos wilt maken, revoluties van alle tijden en ook nu elders in de wereld, die zijn vaak terug te voeren op het niet beschikbaar zijn of te duur zijn van brood en brandstof. Ja. En dus gaan ze gewoon door. Ook in 24? Alleen, de vraag is, hoe gaan ze het betalen? Nou ja, links zal zeggen, gooi de belasting voor de rijken en de kapitalisten omhoog. Hè, ja. Dat doen ze altijd. Maar daar zijn de rijken en de kapitalisten ook niet blij mee. En bovendien is het vaak de vraag of dat voldoende oplevert. Bezuinigen mag ook niet van links, want dan ga je juist de mensen die je steunt lage inkomens weer treffen. Nou ja, kijk, laten we niet vergeten, een groot deel van de uitgaven van de staat, de collectieve uitgaven, bestaat uit overdrachtsuitgaven. Dus geld dat van jou Demisch, naar mij gaat. Wat van, dus als je gaat bezuinigen, betekent dat dat de AOW niet omhoog kan, bijvoorbeeld. Ik zeg maar wat. Nou, dat, die is net met 10% omhoog gegaan, maar ja. Ja, nee, exact. Ja. Ja. Nou, dat mag natuurlijk wel op het moment dat de inflatie 17% is, maar toch, ja. Zeg, ik wou nog even met je aan het eind van dit gesprek praten over het conflict van de Kamervoorzitters. Dat blijft nog wel even actueel, want er loopt nu een onderzoek naar Ariep. Mm-hmm. Volgens mij moeten wij niet gaan zeggen voor wie we zijn of tegen wie we zijn. Laten stemmen. Wat? Laten stemmen. Ja, nou, maar wat mij opvalt, ik ben natuurlijk al 3 jaar weg uit Den Haag. Jij loopt daar nog wel rond. Nou, veel op afstand. Ja, maar goed. Maar goed, samen lopen we er 80 jaar rond. Ja, dat scheelt. Oh jee, dat is voor de oorlog. Maar wij horen natuurlijk al langer die geruchten dat Ariep nogal stevig kon optreden tegen ambtenaren. Hè? Tegen haar eigen medewerkers ook, laten we niet vergeten. Dus het begon al lang. Ze is in 98 Kamerlid geworden. En ik denk dat rond de eeuwwisseling al bekend was dat ze nogal kon uitvallen tegen haar eigen medewerkers. Ja, eigen maar nou zegt ze zelf. Nou, even terug naar wat ik probeer te vragen. Vind jij nou dat journalisten daar meer bovenop hadden moeten zitten? Want je hoort natuurlijk vaak gerucht in Den Haag. En dan denk je, ja, als er niemand formeel klaagt, dan. Of hoe werkt dat volgens jou? Kijk, in iedere organisatie, in ieder bedrijf wordt onredelijk gedaan door bazen. Ja, al is het maar omdat ze moeten reorganiseren of. Ja, maar ook gewoon omdat ze. Kijk, als je als personeel afhankelijk van je is, dan dreigt al gauw dat willekeur een rol gaat spelen in het optreden van de baas. Ja. Als er afhankelijkheid is, dan is er altijd het risico dat je MeToo-achtige situaties krijgt, of dat je grensoverschrijdend gedrag heet tegenwoordig. Je moet zelf niet uitsluiten, dat is 25 jaar geleden toen zij Ariep in de Kamer kwam, dat toen helemaal niet zo fijnzinnig of weet ik van wat op werd gereageerd. Mm-hmm. Dus het is heel goed denkbaar dat er onder de huidige omstandigheden een fijngevoeliger klimaat is ontstaan, waardoor zij mogelijkerwijs nu veroordeeld wordt op basis van huidige maatstaven, terwijl het in de afgelopen decennia veranderd is. Dat is maar één van de vele dingen die je van kunt zeggen. Nou, maar er speelt nog wel iets mee. Is dat zij natuurlijk in 2016 de opdracht kreeg dat, ja, dat instituut Kamer is ambtelijk toch een beetje vastgeroest. Ja. Hè? En de griffie, en daar zitten, als journalist waardeerden wij dat altijd wel, dat de griffier er gewoon 30 jaar zat, want die had een zekere historische kennis. Maar het betekent ook dat de organisatie niet heel lean en mean was en niet heel modern. Nee, zij moest wel ingrijpen. En dat ze nogal, die neiging hadden ze altijd wel, een beetje voor zichzelf te werken. Ja. Afdelingen werkten voor zichzelf, hadden soms eigen handeltje zelfs en dat type dingen.
En kennelijk heeft men aanleiding gezien om haar de opdracht gegeven, toen hij die Kamervoorzitter was, om er eens even hier naar de bezem te halen. Ja. Nou, dat, ik geloof niet dat iemand een klacht over heeft dat ze dat op zich gedaan heeft, of er aan begonnen is. Nee. Maar kennelijk heeft ze hier en daar op tenen gestaan en niet altijd fijnzinnig. Nou, kijk, ik vind het totaal belachelijk om daar, nu ze anderhalf jaar weg is, nog een keer onderzoek te gaan doen naar wat er aan vreselijkheden gebeurd zouden zijn in de tijd dat ze Kamervoorzitter was. Ja, maar daar heeft het presidium dan ook weer een reden voor. Althans, dat heb ik begrepen. Dat ambtenaren die blij waren dat ze weg was als voorzitter, nu ze voorzitter van de coronacommissie zou worden, weer met haar moesten werken. Dat is het verhaal. Maar dat vind ik alleen maar nog veel erger. Waarom? Als kamer, als personeel van de Kamer met anonieme brieven komt om de vorige Kamervoorzitter in een kwaad daglicht te stellen, omdat ze daarmee willen voorkomen dat ze een nieuwe functie gaat bekleden. Ja. Dan is dat dus met anonieme middelen. Ja. Dat is een vorm van obstructie, van sabotage. Ja. En dat is buitengewoon kwalijk eigenlijk dat het presidium onder leiding van de huidige Kamervoorzitter meewerkt aan dat type beïnvloeding van het parlement door het personeel van het parlement. Nou ja, de landsadvocaat heeft het ook geadviseerd. Hè? Dus ze hebben wel advies ingewonnen. Ja, precies. Maar wat doet die landsadvocaat? Die heeft in dit spel helemaal niks te maken. Ik begrijp helemaal niet waarom die erbij bijgehaald is. Dat die is voor de ministeries of Rutte. Of, die is voor maar de staat. Niet voor, die voor is landsadvocaat. En dus in eerste plaats voor de regering. Dat is helemaal niet vanzelfsprekend dat het parlement, de volksvertegenwoordiging, de wetgevende macht in de klassieke riedeling, achter de landsadvocaat, dus het eerste wapen in feite van de regering, inzet voor deze operatie. Maar ik wil nog even dat element van die anonieme brief. Gelukkig zag ik vandaag in de krant toevallig dat daar ook elders in de journalistiek aandacht voor is. Het is buitengewoon treurig dat je dat je gewoon anonieme brieven kunt sturen. Je ziet het ook elders, hè? Op het Mediapark en in andere bedrijven. Je hoeft alleen maar een anonieme brief te sturen. En je kunt zelfs een reeks anonieme brieven sturen. Dan lijkt het heel veel, terwijl het allemaal dezelfde bron kan zijn. Om op die manier de zaken naar je zin te zetten. Ja. Of wraak te nemen of anderszins. Ik vind het onverteerbaar, eerlijk gezegd. Maar we moeten ook vaststellen dat al die MeToo-achtige zaken met ongewenst gedrag. Het Gijs van Dijk, Partij van de Arbeid, Gundogan. Noem het maar op, nu met Ariep weer. Het is altijd gedonder, omdat er geen duidelijke regels zijn. Hè? Want die klagers, en dat zul je met me eens zijn, die moeten toch ook een zekere bescherming hebben. Want als je meteen naar de beschuldigde loopt, ja, dan is het ook geen eerlijk proces. Dat is waar, dat is waar. Maar, en ik ben erg voor het beschermen van mensen die in afhankelijke posities verkeren, en de kwetsbaarheden tegenwoordig ook. Maar je kunt ook van je kwetsbaarheid een business maken, zal ik maar zeggen. Ja. Een hefboom maken. En dat gaat naar mijn indruk wel erg simpel. Nee, maar dat zou nou juist onderzocht worden, of dit terecht was. En ja, je zit altijd met, moet ik het openbaar maken? Wanneer? Er zou een gesprek met Arie plaatsvinden, maar dat is toen verzet. En het lekt uit. Dat is natuurlijk ook. Ja, maar het begint bij het begin. Wat wens je te bereiken met een onderzoek over situaties die zich hebben voorgedaan in de jaren 2016-2021. En trouwens, als dat zo vreselijk was, hadden ze dan in die tijd, de periode zelf, dat presidium, dat is voor een deel hetzelfde, hadden ze toen gesloten ogen. Toen waren er ook klachten. En toen was er geen reden om de landsadvocaat erbij te halen. Nee, want toen hebben een aantal topambtenaren hun eigen conclusies getrokken. Ja. Hè, onder andere de interne directeur en de griffier. Ja. Die zijn nu vertrokken. Nou, maar goed, dat is allemaal treurig en vreselijk, maar dat gebeurt vaker in organisaties, dat mensen elkaar niet liggen, of dat ze een ander idee voor ogen hebben. Ik vind het, aan de ene kant te oninteressant, maar aan de andere kant is het Shakespeareaan, zo'n Grieks drama. Er zitten zoveel elementen in. En eerlijk gezegd, vraag me wel eens af, loop nou eens bij het presidium langs. Die mensen die daarin zitten. Wacht even, het bestuur van de Tweede Kamer, waar de meeste grote fracties een vertegenwoordiger in hebben. Zo is het. Ja. Nou ja, die hebben dus de vorige voorzitter, ook hun vorige voorzitter, die willen ze nou laten onderzoeken. Ja, dat is het hele kwestie. Maar de meesten zaten er toen ook al. Wat voor beweegredenen hebben ze nu? En waarom hadden die beweegredenen eerder niet? Dus je kunt al die mensen langslopen. Nou, je hebt gezien bij Henk Nijboer is
Kamergenoot van Ariep. Van Ariep, die zit natuurlijk helemaal in de spagaat. Want die heeft als lid van het dagelijks bestuur, het presidium, is die voor het onderzoek naar de vorige voorzitter, die tevens een partijgenoot en fractiegenoot is. Nou ja, het is dan fantastisch eigenlijk voor een toneelstuk. En voor een Grieks drama of ja, iets Shakespeareaans. Maar dat geldt voor meer personen in het hele verhaal. Dus, om te beginnen natuurlijk de huidige voorzitter, die een buitengewoon beroerde relatie al had met mevrouw Ariep, haar voorgangster. Dus ja, nou ja, maar daar kan ze zelf niks aan doen, want er wordt vermoed dat er een opzetje was tussen Rutte en Kaag om Ariep opzij te zetten. Dat is zeker, nee, dat uit geen twijfel. En dan kan je Bergkamp moeilijk kwalijk nemen. Ik bedoel, ja, die kwam toen naar voren als de gewenste Kamervoorzitter. Nou, dat zou ik kunnen zeggen, maar dan komen we weer op een ander aspect waar niemand het over heeft, maar waar ik het graag over heb. En dat luidt dat Vera Bergkamp, de huidige Kamervoorzitter, die toch wel onder druk staat, die heeft haar positie wellicht te danken aan het feit, niet alleen omdat ze Ariep niet wilde hebben. Kijk, toen Mark Rutte die lag natuurlijk op zijn rug op Goede Vrijdag 2021. En datzelfde weekend, het paasweekend, toen hebben Rutte en Bergkamp, Sigrid Kaag, zij als partijleiders kun je wel zeggen, hebben ze het deal gemaakt dat Vera Bergkamp van D66 de nieuwe Kamervoorzitter zou worden. Nou, zo is het ook gegaan. Maar die deal die speelde zich af tegen de achtergrond dat Rutte zwak was en Kaag sterk. Ja. En dat was, kun je ook zien als het begin van de coalitievorming, waar Rutte de hele tijd alles weggaf, ja, en D66 alles won. Je kunt het ook nog anders tegenaan kijken, namelijk dat het voorzitterschap van de Tweede Kamer van Vera Bergkamp beschouwd kan worden als een hoeksteen, of in ieder geval een merkpaal, ja, onderweg naar de coalitie die er nu zit. Anders gezegd, als Vera Bergkamp in de problemen komt, en eigenlijk zit ze al in de problemen, haalt ze de kerst, misschien niet, misschien wel, maar als ze zou moeten vertrekken, zou dat in ieder geval een verzwakking van de coalitie zijn. Dan zou D66 iets moeten inleveren wat ze als onderdeel van het coalitieproces hadden binnengehaald. En dat vind ik toch een belangrijke observatie die niet voortdurend naar voren komt. Waarmee je eigenlijk tot slot zegt dat er politieke motieven zijn om Bergkamp, ook al functioneert ze wat minder als voorzitter, te laten zitten. Zeker voor terwijl Ariep thuis zit. Voor de een om te laten zitten, maar ik zou me zelfs voor kunnen zetten dat er een paar mensen in het presidium zitten, in het dagelijks bestuur, en die voor hebben gestemd voor het onderzoek naar Ariep, beseffend dat dat wel eens terug zou kunnen slaan op Vera Bergkamp en daarmee op de coalitie. Interessante theorie. Zo is het. Dankjewel.